De tweede content update van 9.3 is hier en weer zonder aankondiging. Dus het kwam vrij onverwachts, maar deze keer hadden we ons al een klein beetje voorbereid. We gaan het dus hebben over wat er is gebeurd, wat er in deze content update is gebeurd. En over een gigantische map change. Maar voordat we gaan beginnen wil ik je allemaal eerst even vragen om een like te droppen, te abonneren op de Veelgevraagd en gebruik even onze supporter creator code Veelgevraagd in de item shop. Alright, laten we gaan meteen gaan beginnen met deze video. We zijn ook meteen ook in Fortnite en je ziet het hier al. De Drum Shotgun is nieuw. Hij is nu te vinden in de map. Ik heb hem sterker nog al gevonden in solo's. Dus je kan hem nu vinden. We gaan hem ook testen in creative. Dus laten we eens even gaan kijken. Oh, eerst wil ik ook nog even snel uit de shop checken. Nu ik er toch ben. Want er staat iets super vets in. Namelijk de Manowar Glider. Die wil ik heel erg graag. Dus die ga ik kopen. Zeker weten. Ik heb even checken. Ja, de supporter creator code veel gevraagd. Staat erin. Dus purchase. En we hebben de Manowar Glider. Super nice. Ik vond hem echt heel erg vet. Alright, laten we eventjes creative gaan. Dan gaan we eventjes kijken naar deze Drum Shotgun. En ik heb ook alle stats voor jullie. Oké, we zijn in creative. En hier kunnen we dus de drum shotgun even testen. Laten we eens even kijken hoe die eruit ziet. We kunnen hem als het goed is vinden in common, uncommon en in rare. Dus als het goed is zal hij hier tussen moeten staan. Hier heb je de uncommon variant. Dan heb je hier de, hier de common, hier de uncommon variant. En dan hebben we als het goed is ook nog een blauwe variant. En dat is even kijken. Kan ik hem vinden? Er zijn zoveel blauwe wapens, joh. Dat is echt niet normaal. Ik kijk er nou echt drie keer. Oh, hier staat hij. Boom. We hebben er alle drie de wapens. Oh my god. Moet je kijken naar deze crosshairs. Deze shotgun heeft de crosshairs echt super hoog. Dus je moet op super dicht bij, je moet super dicht bij iemand staan om iemand goed mee te kunnen raken. Zoals je ziet heeft hij 12 kogels en hij doet 45, 47 of 50 damage per shot. Maar dan moet je dus wel alle pellets voor raken. Pellets zijn, laten we zeggen, de kogeltjes die uit de shotgun komen. Dus dit is heel erg lastig met van die hele brede crosshairs. Dus als je heel erg dichtbij staat, zou je in principe 45 damages moeten doen. Je zag het hier, 45 damage. Super nice. Maar het leuke aan dit wapen is dus dat je echt gewoon kan sprayen als een motherfucker. Laten we eens gaan kijken hoe hard we kunnen gaan sprayen. Laten we de blauwe wapens even pakken en we houden hem gewoon ingedrukt. Ik ga gewoon mijn knop ingedrukt houden en kijken we hoe hard we kunnen gaan schieten. Let's go. Wow. Dit gaat echt ziekelijk snel. Je bent ook echt binnen een aantal seconden door je kogels heen. Ik ben heel benieuwd hoe dit echt in de game straks is. Ik heb er nog niet echt kills mee kunnen maken, maar ik ga hem zeker weten in Team Rumble een keertje oppakken en gebruiken. Maar als je zo kijkt, dit wapen is echt no skill. Het is echt gewoon, je hoeft nauwelijks te mikken of je raakt iemand wel. Je doet natuurlijk niet heel veel damage met 45. Maar als je, stel je voor, je raakt zo'n 5 pellets. Of 50% van je pellets. En dan met 5 shots. Dan heb je hem ongeveer al dood. Dus misschien is hij heel erg sterk. Misschien ook niet. We moeten het een keertje gewoon testen in de echte game. Verder kan je hem vinden op de vloer. Je kan hem vinden in de vending machines. En je kan hem vinden in loot carriers. En ik wil er nog wel even iets aanhalen met deze shotguns. Want er zijn nu ontiegelijk veel shotguns in de game. Ik zal het jullie even laten zien welke shotguns er op dit moment in de game zijn. Nou, je weet het dus. We hebben de drum shotgun in de game zitten. Dan hebben we, als het goed is, ook nog de combat shotgun. Die hebben we ook. Dan hebben we nog de tech shotgun. En we hebben ook de pump shotgun. Dus we hebben 4 verschillende soorten shotguns. En ik kan jullie vertellen, ik deed net een potje solo's. En toen vond ik alleen maar shotguns. Ik vond letterlijk in de eerste, wat is het, 2-3 minuten, alleen maar shotguns. Op een gegeven moment had ik letterlijk 4 shotguns, alle 4 shotguns in mijn inventory. De shotguns, ja, het zijn er een beetje veel. Maar ik verwacht dat er binnenkort wel 1 van de 4 gevold zal worden. En waarschijnlijk zal dat of de tech zijn of de pump shotgun. Welke van de 2 weten we nog niet. Maar waarschijnlijk zal het 1 van die 2 zijn. Alright, dan hebben we nog iets. Namelijk creative, daar is iets ook aangepast. Er zijn namelijk nieuwe prefabs. Kijken of we die meteen al kunnen vinden. We zijn nu toch in creative. Namelijk, als het goed is, hebben we allemaal Paradise Palms prefabs. Je ziet het hier. Paradise Palms Hotel. Paradise Palms Computer Café. We hebben allerlei Paradise Palms dingen. Wat super dik is. En we hebben natuurlijk ook nog galleries. Ook allemaal Paradise Palms assets. En allemaal dingen die je natuurlijk kan gebruiken. Super nice. Dit is heel erg fijn voor de mensen die natuurlijk heel erg veel creative doen. En allemaal dingen daarin bouwen. Maar dat doe ik zelf natuurlijk niet heel erg veel. Dan hebben we natuurlijk ook nog een map change. Maar daarvoor moeten we eventjes naar replay mode. Dus ik ben terug zodra ik daar ben. Oké, we zijn dus nu in replay mode aangekomen. En je ziet het al, er is iets gebeurd in Pressure Plant. Namelijk, er staat een enorme voet, enorme been. Dus het monster wordt, of monster, hè, de robot wordt duidelijk gebouwd. En het is wel grappig dat we letterlijk een week later dit te zien krijgen. Sowieso heel erg vet dat het dus nu echt gebouwd wordt. En we zullen straks ook zien dat het platform steeds iets meer naar beneden gaat. Want je ziet hier al allerlei stellingen. En die stellingen die kunnen natuurlijk niet, die kunnen ze misschien wel hoog bouwen, maar dat is natuurlijk super onhandig. Dus wat ze dus gaat doen, wat ik dus al dacht, is
is gewoon letterlijk dit platform naar beneden laten gaan. En daarmee dus verder omhoog bouwen. Dus ik verwacht nu dat we eigenlijk iedere week iets meer van de robot gaan zien. En als je zo ziet, dan gaat het super snel. Ik had verwacht dat er eerst één voet zou komen. Dan weer nog een voet. En dan kregen we een been. En dan nog een stukje been. Maar dat is dus niet zo. Je ziet dus dat er echt al, nou wat zal het zijn, 1/4 van de robot is al gebouwd. Dus dit gaat echt ziek worden. En over een aantal dagen /weken, nou ik denk een aantal weken, dan zal de robot af zijn. Dan moet er waarschijnlijk alleen nog maar een chip in, namelijk de Fortbyte. Dat zal waarschijnlijk de chip zijn. En dan is hij klaar voor gebruik om te gaan vechten tegen het monster. Dus dit is heel erg vet. Hele vette map change. En ik kan niet wachten totdat we uiteindelijk het hele monster, zou ik weer zeggen, het hele robot gaan zien. En als je zo kijkt, dan wordt hij echt gigantisch groot. Nou, dit was eigenlijk alles wat ik te vertellen had over deze update. De tweede content update van de 9.3. Er zal waarschijnlijk nog twee, denk ik, content updates aankomen. Namelijk volgende week en de week erop. Misschien niet, is niet 100% zeker, maar ik denk het wel. En ik verwacht bij die content updates waarschijnlijk ook gewoon nieuwe items of nieuwe guns. En natuurlijk nieuwe map changes. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie deze video super tof vonden. Als je deze video super tof vonden, drop dan even een like. Abonneer op de veel gevraagd met een belletje. Klik er even op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer en peace out. Doei!